staan hier op de Maasvlakte waar we openstalen buispalen beproeven. Deze funderingspalen gebruiken we al decennia lang als fundering voor onze kaders en stijgers. En de ontwerpmethode die we gebruiken om het draagvermogen van die palen te bepalen is gebaseerd op relatief kleine diameter buizen. Doordat de schepen steeds groter en dieper worden, moeten we ook onze kaders zwaarder maken. Dat betekent dat we ook veel grotere diameter stalen buizen als funderingspaal moeten gebruiken. Met deze proef willen we testen wat de werkelijke capaciteit van de buizen is en welke ontwerpmethode het beste aansluit bij de werkelijkheid. Om zo te kunnen bepalen of bijvoorbeeld een grotere kraan op de kader mogelijk is of dat we kaders zwaarder kunnen belasten. Nou, we staan hier naast de proefpaal. Die we op dit moment aan het testen zijn. Dit is een paal van 39 meter lang, een diameter van 1,20 meter. De paal is helemaal uitgerust met sensoren, zodat we van boven tot beneden kunnen meten hoe die beweegt. We hebben hier rond die paal 12 grote ankers gezet. Dat zijn deze verticale stangen die je ziet. Onder dat witte frame zien we 6 vijzels, dat zijn de rode cilinders die je ziet. En die drukken de paal naar beneden. Die kunnen niet omhoog door dat witte frame. En de paal wordt daarmee naar beneden gebracht. De kracht waarmee dat gebeurt is, verwachten we voor deze paal, 18 meganewton. Ruwweg een kleine 2000 auto's aan gewicht wat er op die paal gezet wordt. We verwachten met deze proef dat we veel beter kunnen bepalen welke methode we kunnen gebruiken om deze buispalen uit te rekenen, waarmee we dus kunnen aantonen of er bijvoorbeeld een zwaardere kraan op een kadermuur mogelijk is en welke belasting uiteindelijk toelaatbaar is op zo'n kadermuur. Het zou kunnen helpen bij bijvoorbeeld de levensduurverlenging van bestaande kaders, maar we kunnen het ook gebruiken om direct onze nieuwe kadermuren verder te optimaliseren. Voor het havenbedrijf hebben we behoorlijk ambitieuze doelstellingen ten aanzien van het verbeteren van de carbon footprint van de constructies. Doordat we de buizen net wat korter kunnen maken, verbetert ook de carbon footprint van de kaders. Een andere optie is dat we ook minder buizen kunnen toepassen. Wat natuurlijk ook enorm gunstig is. Niet alleen voor de carbon footprint, ook uiteindelijk voor de bouwkosten van de kaders. En het wordt een stukje veiliger.